Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Iets meer dan 25 jaar geleden introduceerde Renault een nieuw concept in het C-segment. En dat was de Renault Megane Scenic. Ja, en het was een ruimteauto, een multipurpose vehicle. En dan zien we hier, dit is de Renault Scenic voor 2024. Maar zie je dan hier ook weer zo'n ruimtecocon? Nee, je ziet hier een vooruitstel die vrij ver naar achteren loopt. Je ziet hier een vlakke motorkap. Dat zijn allemaal elementen die we niet kennen van de Renault Scenic zoals we die in de afgelopen 25 jaar hebben gezien. Nee, het complete concept van de Renault Scenic wordt gewoon overhoop gehaald. Er wordt gewoon een andere auto neergezet. En waarom? Juist omdat die MPV's, de vraag naar die ruimteauto's, die is sterk dalende. Er is een grotere vraag naar sports utility vehicles. Is dit dan een SUV? Nee, die komt nog. Die komt in 2025. Die komt boven die Scenic, waar deze auto, die Scenic, juist boven de Megane Electric komt te staan. Ja, die Megane Electric, waarmee het is een technische basis deelt, deze auto. Maar je ziet het, hè? Het is een compleet andere auto. Maar weet je wat dan zo mooi is? Het is een volledig elektrische auto met een accupakket in die vloer, in die wielbasis. En dat zorgt ervoor dat je juist heel veel ruimte creëert. Zoals je ook bij een elektrische auto die vooras naar voren zet en die achteras verder naar achteren trekt. Waardoor die auto juist heel veel ruimte biedt door dat concept van die elektrische aandrijflijn. Ik zei het al, deze auto komt een fractie boven de Scenic. Hij is langer, hij is breder, hij is hoger. In de lengte scheelt het maar liefst 29 centimeters. Daarvan zit er ongeveer 15 tussen de assen. In de breedte komt er ook nog eens een keertje een flink aantal centimetertjes tussen. Waardoor deze auto forser is dan die Renault Megane Electric. Hij ziet er wat mij betreft ook een beetje stoerder uit. Maar ja, waarom tonen ze hem dan nu al, hè? 2022, terwijl dat die in 2024 komt. Dit is een conceptcar. En wat de nieuwe topman van Renault wilde, is, die zei, we kunnen wel allemaal leuke conceptcars verzinnen. Die aangeven waar we in bijvoorbeeld 2030 naartoe gaan. Maar we kunnen ook laten zien waar we nu daadwerkelijk mee bezig zijn. En vooral zo'n topman, hè, die moet even laten zien dat hij wel even zijn stempel op het merk drukt. Dat hij wil laten zien van jongens, hier ben ik mee bezig, dit gaan we doen. En daar is dit een heel goed voorbeeld van. Want deze auto die is voor 90% identiek aan het uiteindelijke productiemodel. En waar zitten dan die grote verschillen in? Onder andere in die bumpers. Ik heb geen handschoen aan, hè? Want ik mag hem toch niet aanraken. Dus ik hoef ook helemaal geen handschoen aan. Kijk, die bumper die is vervaardigd van carbon fiber. Dat gaan we natuurlijk niet zien op die productieauto. Waarom niet? Omdat dat een heel hard goedje is. En we zitten natuurlijk met een crashveiligheid. En dan moet je een kunststofbumper hebben die flexibel is. Die in- en uitveert als je een klein paaltje aanraakt bijvoorbeeld. Ja, dat is iets wat we niet gaan zien. Ook dat verlichte logo. Al denkt Laurens van der Akker, dat is de designbaas van de Renault Groep, wel degelijk dat we een verlicht logo in de toekomst zullen mogen zien. De Europese Unie moet daar natuurlijk wel eventjes toestemming voor geven. Wat je wel mag is een lichtstrip hier en een lichtstrip hier. Die moeten dan weer symmetrisch zijn. Maar dat logo aan zich, dat mag dan weer niet verlicht zijn. Ja, het concept van die auto is totaal anders. Die A-stijl die ligt verder naar achteren toe ten opzichte van wat we kennen als dat concept van een MPV. Ja, en waarom maken ze dan toch niet van deze auto een MPV? Nou, dat zou betekenen dus dat je die vooruitstel verder naar voren zet. Dat betekent weer dat je in de knoei komt met je elektromotor die hier voorin ligt. Betekent ook weer dat je meer licht in het interieur krijgt, waardoor het weer warmer wordt. Dat kost allemaal weer energie. Ja, en dat is ook een van de redenen waarom Renault ervoor kiest. Om niet meer met een ruimteauto te komen. Ook al is dit een ruimteauto binnen eigenlijk een lijnvoering van een hatchback. Ja, weet je wat dan mooi is aan deze auto? Hij heeft een heel leuk detail, dat zie je hier in de dag. Ik weet niet of de cameraman het in beeld kan brengen, maar als je nou goed het wiebertje kent van Renault, dan zie je dat dit ontwerp, daar zit een half Renault logo in. Is dat toevallig? Nee, natuurlijk niet. Niets is toevallig. Toen dacht ik, als je nou naar die vorm kijkt, dan zou je dat eigenlijk ook hier hebben kunnen
aanbrengen. En daarmee kun je, zeg maar, die dode hoek die je hier dus nu creëert, zou je dus kunnen vergroten. Maar dat vonden ze bij de designafdeling weer niet echt verstandig. Hè. Ze hebben gelijk mijn ideeën hup in de vuilnisbak gegooid. Zij zeggen juist, je moet die opwaartse taillijn hebben die dan overgaat in die achterspoiler. En deze lijn die dan naar beneden toe loopt, deze kruis, dat is dan weer iets, een element, ja, dat dan weer karakteristiek is voor die Renault Scenic in zijn nieuwe generatie. Zoals dit element is van aluminium, dat we ook terug gaan zien op die productieversie. Ja, en dan gaf ik het al aan, hè? Het is een karakteristiek van de nieuwe generatie Scenic. Ja, waar het in eerste instantie bij Renault om te doen was, dus de afgelopen decennia was het zo dat al die auto's, daar zag je heel nadrukkelijk, dat zijn familieauto's. Dat is allemaal familie van elkaar. Als je hem zag, dan zei je, hey, dat is een Renault. En dan kijk je naar het type, dat is een Captur of dat is een Kadjar of dat is een Koleos of wat dan ook. Nee, nu met de nieuwe topman aan het roer zegt hij, nee, al die auto's die moeten een eigen karakter hebben. Je zag ook, hè, dat in de afgelopen decennia dat de Renault-biebertje steeds groter werd. Juist om aan te geven, het is een Renault. Maar in dit geval is het zo dat je hier zegt, dit is een Scenic. Ja, weet je wat we ook niet gaan terugzien op de productieversie? Dat is deze deuren. En je ziet het al, het voorportier opent zoals ze dat gewend zijn, maar het achterportier opent in tegengestelde richting. Ja, dit is natuurlijk wel even zo'n element waarvan je zegt van, ja, dit is voor een ruimteauto natuurlijk een heel mooi concept, hè. Want dat concept is natuurlijk ruimte. Je kunt er makkelijk in en uitstappen. Maar als je dan goed kijkt naar waar de huidige tegenwoordig de auto zou moeten voldoen. Hij weegt sowieso al 1700 kilo in deze vorm. Ja, dan weet je gewoon van gewicht. Dat is, ja, frustrerend voor de carbonuitstoot van die auto. Voor de CO2-waarde van die auto. Dit concept van die deuren, dat vergt te veel kilogrammetjes. En dat gewicht wil je juist lozen. En waarom is dit nou zwaarder dan bijvoorbeeld de conventionele deuren? Want dan zou je kunnen zeggen, ja, maar bij conventionele deuren heb je natuurlijk die B-stijl. En dan heb je dezelfde. Hè? Dan voeg je eigenlijk, hier voeg je gewicht toe. Terwijl dat je hier een schenier hebt, je hebt daar een schenier. Ja, dan voeg je eigenlijk hier juist weer gewicht toe. Nee, dat is helemaal niet zo. Je hebt juist namelijk voor de crashveiligheid heb je juist meer stijfheid nodig. Waardoor die auto dus met zulke deuren fors zwaarder wordt. Als je dan kijkt naar de Renault Kangoo, die heeft van die open sesam deuren. Die heeft hij aan de ene kant. Dus die opent gewoon normaal. Dan heeft hij een schuifdeur, maar hij heeft geen B-stijl. Die auto die moesten ze versterken. Die auto die weegt alleen al 100 kilogram zwaarder vanwege het ontbreken van die ene B-stijl aan alleen de rechterzijkant. Hè? Daar hebben ze die linkerzijkant nog niet gedaan, want anders was die nog zwaarder geworden. Ja, vandaar dus dat dit concept van die deuren zeker niet op het productiemodel terechtkomen. Let even op dat interieur, hè? Want dat interieur is natuurlijk iets. Kijk, dat is wel dat dit een concept is voor, in dit geval, 2030. Hier gaan ze mee aantonen hoe en wat het voor de toekomst is. Let even op dat stuurwiel, zo'n jookstuurwiel, maar ook wat een heel mooi detail is, is ja, die bekleding, allemaal wit. Hè? Het grappige is, dat het lijkt alsof al die bekleding allemaal verschillende soorten materialen zijn. Het is één materiaal dat ze gebruiken voor heel dat interieur. En ze hebben ervoor gezorgd dat het niet allemaal losse delen zijn die ze aan elkaar maken. Want dat scheelt natuurlijk weer straks in de recycling. Dat maakt het allemaal veel complexer dan dat het is. En je wilt natuurlijk, dat is juist de boodschap van deze auto. Deze auto moet zo min mogelijk CO2 uitstoten en zo laag mogelijke carbon footprint hebben. Nou, wat nog een leuk detail is, ook met gewicht op het oog, dat is airbags. Je hebt overal die airbags tegenwoordig in het stuurwiel, dashboard, in de deuren, in de stoelen. Nou, deze auto heeft een hele bijzondere feature. Die heeft cocon airbags. Die zit hier aan de achterzijde. Hier zit je twee elementen, die zie je ook aan die kant. En die airbag, als die ontplooit, dan vouwt die zich om de inzittende heen. Ja, tijdens de crash is dat natuurlijk super makkelijk, want ineens zit je in een coconnetje. En zoals je weet, als je ooit in aanraking bent geweest met een geactiveerde airbag, dan weet je ook, die lucht die stroomt er snel uit, dus dan kun je weer normaal uitstappen. Wat ook een grappig detail is, hij heeft speakers in de hoofdsteunen. Daarmee, je ziet ook hier sound staan op de hoofdsteunen, daarmee kun je communiceren vanuit de voorstoel naar de achterstoel.
Want die personen achterin, die horen dan via de microfoon die voorin zit, hoort hij gewoon het geluid achter zijn oren. En dan kun je gewoon heel normaal met elkaar praten. Ook al is het natuurlijk zo dat die auto fluisterstil is, hè, want het is een elektrische auto. Wat nog een mooi detail is, oh ja, die vloer, laat ook even die vloer zien. Ja, alles wat wit is, dat zijn melkpakken, 45%. En alles, het staat erop hoor, dat staat een plaatje op de vloer. En alles wat 55% is dan, wat zwart is dan een plastic buizen die ze hebben gebruikt. Deze auto is vervaardigd van 70% gerecycled materiaal. En als je hem nu nog een keertje uit elkaar gaat halen, je gaat hem recyclen. Nou, dan kom je op 95% van de componenten die je uit elkaar kan halen. Je ziet ook die pedaal nu in beeld met een playtekentje op het stroompedaal. En een pauze op de rempedaal. Weet je wat ook een leuk detail is? Dat is hier dat scherm. Dat is natuurlijk een display zoals je dat kent. Met informatie erop, infotainment systeem, entertainment. Maar je kunt hem ook inzetten als een, ja, zeg maar een extra oog dat voor jou kijkt. Want natuurlijk, die voorzijde is hoog opgetrokken. Maar daarmee loopt die lijn, als je kijkt naar wat je voor je ziet, loopt natuurlijk langer. He? Loopt die door en dan krijg je op dat display krijg je het gedeelte te zien wat je hier voor mij ziet. Dus in het geval van hoe nu de camerapositie is, zou je een deel van mijn middel zou je op dat scherm nu kunnen zien. En dat zorgt ervoor dat het een stukje extra veiligheid is. Ik weet niet of het is opgevallen, er zit hier een extra scherm ergens. Ik moet nu even zoeken, ik hoop dat de cameraman het wel in beeld kan brengen. En dat camera-schermpje, dat is natuurlijk voor die buiten. Ja, hij heeft geen buitenspiegels, maar hij heeft camera's om achteruit te kijken. Die camera's die redden het productiestadium ook niet. En waarom niet? Omdat ja, er is toch wel een aantal markten dat nog steeds niet die camera's heeft gehomologeerd. Dan zegt Renault gewoon heel eenvoudig, ja oké, waarom gaan we dan twee typen achteruitkijkspiegels ontwikkelen? Dat kost extra veel geld, dus dat moeten we niet doen als je kijkt naar dat ons verkoopgebied Europa is. Dat scheelt natuurlijk ontwikkelingskosten. Vandaar dat die camera-spiegels niet terug te vinden zullen zijn op de productieversie. Die deuren ook, hè? Er zit geen verlichting in die deuren. Nee, het is maar net hoe het licht op die deur schijnt, waardoor je een lichtsterkte krijgt of een kleur krijgt, waardoor het interieur helemaal levendig wordt. Ja, dan zei ik al, de technische basis die wordt gelegd door de Renault Megane Electric. Maar deze auto heeft juist een totaal andere aandrijflijn. Ja, dat is ook, ik zei het al, dit interieur is met het oog op de toekomst, met het oog op 2030. En daar gaan ze naartoe, ook met de aandrijflijn. Waar een Renault Megane Electric juist een elektromotor hier voorin heeft, voorwielaandrijving, batterij natuurlijk hier tussen de wielen, daar heeft deze auto een, ja, zeg maar een hybride aandrijflijn. Het is een elektrische aandrijflijn, maar dan met een brandstofcel. En die functioneert als een range extender. Dus hij drijft niet rechtstreeks de wielen aan, maar hij zorgt ervoor dat de elektromotor energie krijgt. Dan heb je hier voorin heb je een tank van 2,5 kilogram. Daarin doe je gewoon je waterstof. Dan heb je hier onderin heb je je fuelcel. Dan heb je hier je elektromotor op de achteras en dan onder de voorste stoelen heb je dan je accupakket met een capaciteit van 40 kWh heb je dan hier. Waardoor die auto zeg maar in vier delen is verdeeld. Ik zei het al, hè, de tank, dan heb je de accu. Dan heb je een 15 kW sterke fuelcel en dan heb je die elektromotor 160 kW. Afkomstig dus wel uit die Megane. Hè. Dus het platform is totaal anders eigenlijk dan die Megane. Maar hij heeft wel de elektromotor waar die gebruik van maakt. Weet je wat nog een leuk detail is? Je ziet hier die flappen naar buiten staan. Hè. Dan denk je, oké, dat is gewoon zo'n vleessnijer. Dat is levensgevaarlijk. Nou, boven de 10 km per uur gaan ze automatisch naar binnen toe. Voor een betere aerodynamica hebben de remmen nu meer koeling nodig. Dan is dat zo. Sorry, raak ik hem toch aan. Verdorie. Ja, moeten we eigenlijk helemaal opnieuw doen, want ik moet wel mijn handschoentjes aan. Non du jus. Ja. Hebben die remmen juist koeling nodig, dan gaan die kleppen gaan weer open. Dit is de nieuwe Renault Scenic. Niet meer dat kokonnetje op wielen. Nee, dit is gewoon een appetijtelijk gevormde, typische hatchbacklijn. Iets hoger dan normaal. En oordeel zelf of je hem stoer vindt, wat je ervan vindt.
Laat in ieder geval even weten in de reacties. Zorg ook even overigens dat je even abonneert op ons YouTube kanaal. Zodat je automatisch een melding krijgt dat er een nieuwe video van Sjoerd Zweets. Of van Peter Heelhorst. Of van Dries van der Elzen. Of van Sjors ten Tijen online staat. Hè? Met een test van het nieuwste model.